Oh mensen, welkom bij mijn tablet. Vandaag gaan we kijken naar een aantal Minecraft apps. Zijn jullie benieuwd? Kijk even na het intro verder. Okay, people, let's go to work. Nou, zoals je ziet heb ik een paar apps geïnstalleerd. En we gaan de eerste kijken, die heb ik namelijk ook op mijn mobiel. Dat is Details for Minecraft. En dat is een heel leuke app. Want je kan namelijk heel veel mogelijkheden bekijken. We bekijken bijvoorbeeld nieuwe details, klikken we op. En dan klikken we bijvoorbeeld op een ceiling lamp. En dan krijgen we dus te zien hoe je dus verschillende soorten ideeën krijgt om een lamp te maken. Nou, ik zie hier een cave entrance, wetlock zie ik. Nou, dat lijkt me niet echt een heel erg origineel iets. Nou, dat is wel heel erg random dingetjes. Supermarkt fruit section. Oh ja, dan kan je inderdaad allemaal van die supermarkt maken en allemaal van die... Oh, dus een beetje... Ja, dus inderdaad een fruit... dat je fruit kan kopen. Leuk. Wat is dit? Een basketbalhoep? Oh, dat is ook wel grappig gedaan, zie je? Zie je van die slabs? Van die sterren of zo? Gewoon slabs? Van de quartstone en dan zo'n... Van signs aan elkaar allemaal. Oh, grappig. Wauw, wallpaper. Die is mooi. Autumn trees. Oh, dat ziet er leuk uit. Ik kies altijd interieur... En dan zeg ik 70 interieur designs. Dat zijn echt hele fantastische. Je kan namelijk een air vent, een bathtub. Kijk eens hoe leuk, met een beetje water. Dat is gewoon de standaard. Voor mij is dat van sters gemaakt. Dat kan niet anders. Ja, dat moet wel. Oh, dan zie je dus alsof een plantje in het water staat of zo. Kijk, zo maak je een oventje. Gewoon stone, twee stone walls erop. Dit is serieus wel echt heel gaaf om te doen, zoiets. Was me nooit opgevallen om zoiets te maken eigenlijk. Een crib. Oh, een cribbetje. Wat leuk joh. Dat ziet er echt schattig uit. Nou, dit is dus wel echt wel een app die je aan te raden is. De Details for Minecraft heet het. En je hebt zo'n item frame icoontje die ervoor staat. De volgende die we doen is Perfect. Oh ja. Dat is dus niks. Dan krijgen we de volgende. Perfect Minecraft Buildings. Dan krijgen we voor me ook allemaal filmpjes. En reclames? Nou, dat is dan weer niet aan te raden dit. Wat is dit? Beer Planet. Oké. Mobs, gameplay. Oh, er zitten wel dingetjes bij dus. Bosses. De Ender Dragon. Ik denk dat de details voor Minecraft iets beter is van alle apps. We gaan de laatste doen, dat is de Minecraft Houses. En dat zag er heel mooi uit. Het zeg maar... Oh, door mijn hele tablet wordt helemaal versmald. Minecraft ID houses. Zijn het gewoon random foto's? Oké, het zijn gewoon fotootjes. Nee, ik denk dat de details van Minecraft, die eerste app, is echt een aan te raden app. Want ik heb hem zelf ook op mijn mobiel. En ik heb gewoon random wat gedownload. En blijkbaar zijn er dus echt alleen maar advertentie apps voor Minecraft. Ja, ons beeld is weer normaal. Nee, dus de details van Minecraft, dat is deze app met het... ja, je ziet het wel, met het zwaardje in de item frame. Dat heet Details for Minecraft. Is echt een hele goede app voor je mobiel of je tablet. Dus zeker weten aan te raden. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond om even een paar apps te zien. Wil je meer van dit soort video's, dat ik wat apps ga bekijken? Zeker weten, een leuke comment plaatsen onderin. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik je volgende keer terug.